krijg hier de vlog afsluitend van gisteren, want dat ben ik weer al vergeten. Ik was gisteren even aan een keer niet goed geworden. Ik ben namelijk nog naar mijn vriendin geweest, dus mijn schatje. En dan ben ik, dan ze hebben we daar familie gekeken en zo knol gekeken. En toen, ja, terug hier naar mijn thuis toe, bedje in, want ik voelde me niet goed. Ik heb hier ook nog last. Dus ja, vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijf jullie op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog online komt. Goed, allemaal. Ja, oké. Oh, ja, en ik heb mijn zus gedoucht. Zo mensen, zo gelijk iedere dag, jawel, kom ik aan bij Globachem momenteel. Dus hier is ook ontzettend veel werk. En het is goed aan het waaien. Heel goed aan het waaien. Ja. En ik kijk jullie dan. Ik ben terug thuis van het werken. Ik is piepen buiten. Niks te zien. Ah ja, ik wou het nog eens laten zien. Ik kan eindelijk met de raam wagenwijd open slapen. Jullie denken, dat kon ik toch vroeger toch ook? Nee, waarom niet? Ik ga jullie aan deze kant eerst laten zien waarom dat ik dat niet kon. Zie je die lichtpaal? Die schijnt pal in mijn slaapkamer. En hoe heb ik dat nu opgelost? Is, maar de tekening is wel ondersteboven. Dat moet ik wel eerlijk toegeven. Ah wel, ik ga jullie even meenemen. Hier is ze. Mijn Friese deken heb ik hier nu tegengehangen aan de buitenkant. En dan kan ik gewoon hier de raam van gewijd openzetten. En dan zien jullie hier nog een touwke. Ja, of een USB-kabelke die redelijk lang is. En die maak ik dan hier aan vast aan mijn radiator. Dat mijn vliegenraam er niet kan uitwaaien. Toch top, hè? En dan kan ik eindelijk. Oh, lekkere frisse lucht. Ik heb een klein beetje er is wat losgekomen. Voilà. Zalig. Zalig gewoon. Het voelt wel te kou al buiten. Dat moet ik wel eerlijk toegeven. Mickey Mouse. Of is dat Minnie Mouse? Nee, Mickey Mouse, hè? Ja, Mickey Mouse. Nu nog van het reetje afgaan. Dan mijn kast nog toe doen. Mijn schoenen staan daarvoor. Dus dan gaan we deze even wel optillen. Want dat moet altijd voor toe te krijgen. Want deze kast is al 3 keer verhuisd geweest. Dat geef ik eerlijk toe. Wat hier op staat, is medicatie niet vergeten in te nemen. Mijn allerliefste schat. Dus als ze opstaat, dan ziet ze dat. En, jawel mensen. Heb ik hier nog een pen liggen? Nee, ik heb hier jawel, ik heb hier nog een pen liggen. Ik mag weer op vandaag de 19e doorkrassen en de 20e doorkrassen. Morgen zetten we de 21e al. Hoho. Dan moet ik nog 1, 2, 3, 4 dagen werken in deze maand. En dan zit de maand er alweer op. Wow, het gaat snel. Het gaat echt redelijk snel. Dus... ja. En ik heb ook nog eens alles opgeteld. Dus zo gelijk in de maand januari werk ik 15 dagen. De maand februari 16. Zonder de verlofdagen bijgeteld. Hè? Dus 16. Dan maart 20. April 15. Mei 16. Juni 18. Juli 16. Augustus 18, september 10, omwille van, ja, daar heb ik wel de vakantiedagen ingevuld al. Omwille van, ik neem altijd vakantie als het
Wow, wat geluid. Ja, dan neem ik ook altijd vakantie. Dan hebben we oktober. Daar werk ik 16 dagen. In mijn eigen maand. Oeh, jawel, daar moet ik ook nog verlof in zetten. De 17e. Daar ga ik ook nog een verlofdag invullen. Dus van 16 wordt dat dan 15. Ja, ik neem altijd verlof op mijn verjaardag. Dat ik dan niet moet tracteren in BWL. Slim van mij, hè? Ja. En dan zitten we weer al in de maand december. 14 dagen amper. In totaal zijn dat dus 190 dagen van de 256 dagen. Voilà. Dat is mijn betaalkalender. Mijn kalender. En al die zwarte vakjes, dat zijn meestal weekenden. Even checken. Ja, het zijn altijd weekenden. Het zwart is weekend. Dus hoeveel zwarte vakjes hebben we? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 41, 52. Dat klopt, want we hebben maar 52 weken in het jaar. En jullie denken van, waarom zeg je dat nu op aan het tellen? 52 weken, 1 jaar. Ja. Dat zou zo geweten hebben. Maar ja, ik ga zelfs nog door naar mijn schatje. Dus oh mensen, allemaal. Dit was ik dus aan het luisteren terwijl ik thuis aankom. Kennen jullie het? Hoor jullie het? Oké. Mijn bovenbuurman zegt, ik laat de deur wel open. Oké, dat is goed, zeg ik. Ik schrijf ook de link in de beschrijving. En like Martin. Ik wil altijd nog Martin zeggen. Like Martin. Hoe het is. Echt heel mooi gemaakt hoor. Dimitri, Vegas en Like Mike van de New Year's dingen is dit. Oh, dat is echt een mooie opkomst. En nu begint het. Hoor dat. Ja, en hier ga ik nu het beëindigen. Want anders heb ik zelfs wel echt een hele felle copyright claim. En dat wil ik ook niet. Dus ja, wat heb ik nog gedaan op het werk? Ja, ik heb dus ontstickerd, gestapeld, noem maar op, met 20 liters zitten te sleuren. Ja. Oh, en nu ben ik thuis. Voilà. Dus, die drie vekers zijn like Mike. Ja, dat heb ik gehoord. Hoort je het? De deur is open. Jawel. Voor de post heb ik al bekeken. Ik ga nu richting mijn appartementje toe. Ik ga nu ook slapen. En, ja. Het is ook koud en ik ben nog moe. Omdat van elke dag die 20 liter fles te sleuren. Ik kan er wel veel bekijken. Maar eerst ga ik ook nog extra nog antwoorden, boef nog antwoorden. En dan kan ik gaan slapen. Yes, yes, yes. Dus dan weten jullie dat ook. Ik ben ermee bezig, mensen. Geef me tijd, geef me geduld. Ik ben mijn spaghetti weer vergeten uit de auto. Dus dat voor morgen vroeg. Morgenavond eruit halen als ik thuis kom van het werken.
Dat leg ik even hier. Dan zet ik nog mijn computer aan. Dat is zo'n mooie computer, hè. Zie dat eens. Wauw. Allemaal listjes. Dat is gewoon, hè. Dit wil ik ook nog even uitleggen. Voilà. Nu nog mijn jas uit. En ik heb mijn houdertje teruggevonden. Yes. En nu... Oh, even achter de computer nog kruipen en dan slapen. Ik zie jullie allemaal morgen terug. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hier onderaan niet te abonneren. En vergeet dan niet op het belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer dat er een nieuwe vlog online komt. Oh yeah. En nu ga ik ook nog een vanilledrankje nemen. Daar. Dat heb ik verdiend. Vinden jullie ook niet? Oké, tot later. Joe.